In Iedereen Verlicht ontmoet ik mensen die op een bepaalde manier een omslag in hun leven hebben gemaakt. Het paard gaat nu achter je staan. Als paarden achter je komen staan, heeft dat te maken met steun. Alsof je steun van je voorouders krijgt. Kijk, die mensen die op zoek zijn naar meer zelfbewustzijn of naar meer geluk, die zijn vaak ook trainingen gaan doen zelf. Door die trainingen ook mee te maken, krijg ik ook een lichamelijke ervaring. Er zijn heel veel momenten geweest waarbij ik dacht van ik ga dit niet doen. Toen ik een ijsbad in moest bijvoorbeeld met de Tim van der Vliet. Als je wilt mag je nu je hoofd onder water doen. Nee, het is oké. Misschien nog met je borst onder water. Even moeilijk weer. En dan weer je adem vertragen. Na het doen van die ademhalingstechnieken die hij dan, zeg maar, waar hij in traint, voelde ik heel veel energie en dacht ik, oké, dat kan ik aan. En dat was ook toen in die zweethut. Toen ik erin stapte, dacht ik, ja, leuk. En toen het begon te branden, dacht ik, ja, dit trek ik niet. Warme toestellen plaats maken voor de koude. En geloof het of niet, maar in die zweethut dacht ik echt dat ik dood zou gaan. Ja, er is in het programma één keer een reportage geweest waarbij ik dacht van oké, dit gaat heel erg lijken op mijn idee van wat verlichting eigenlijk betekent. Mijn idee van verlichting is dat je een totale eenheidsbeleving hebt. De gehele schepping en jijzelf versmelt tot één en dat is dan verlichting. Precies dit beloofde Peter Gordijn tijdens de truffelsessie. Hij zei van als je die truffel neemt, dan ga je die eenheidservaring krijgen. Ik hoop dat ik een keer echt antwoord vind voor mezelf, wat nou eigenlijk verlichting is. Self-realization. Of zoals Hindoes zeggen, dat is mijn traditie. Moksha. Dat je eigenlijk opgaat in het geheel. Dat er geen schepping meer is en geen schepper meer is. En dat jij zelf ook niet meer bestaat, maar dat je echt de grote verbondenheid voelt. Maar ja, zover ben ik nog niet hoor.